Dan wordt het wel heel laat. Dan krijg ik hem nog niet vast. Nee. Wij voelen ons buitenstaande van het Koninkrijk der Nederlanden. De Groningen wordt de veiligheidsnormen. Ik zeg dat met open heup. Nou, wacht even, ik kijk op mij.
Wat kunnen we afleiden van de status, zeg maar, van dit dossier dat u helemaal in toekomt? Ja, dat u er in ieder geval mee wil laten zien. Schade, et cetera, dat je even mee kunt praten. Mensen die naar de haven moeten komen en naar Groningen komen, dat vind ik onprettig. Moet er wel in de volgende kabinet een speciale minister komen die problematiek gaat afhandelen? Wat nu ook een beetje moet toeslaan. Ja, soms kan het werken. Eens kijken hoe het wordt met zijn contract. Wij zagen ook naar we hebben elkaar niet gesproken, maar de Stuttersteun heeft namens mij wel eventjes een brief op handen. Was je niet bij? Nee, daar was ik niet bij. Kijk, dat lijkt op iemand. Maar je gaat niet lezen. Bedankt. Meneer Rutte, Radio TV Noord, goedemorgen. Vandaag hier in Groningen. Pas op, ze allemaal. Vandaag hier in Groningen. Wat hoopt u hier op te halen vandaag? Ja, we gaan hier natuurlijk vergaderen en we willen ook heel graag praten met de slachtoffers van de aardbevingsschade. Dat we hier zijn er daar aan het komen. Ja, de cynische Groninger zou zeggen, jullie zijn hier al zo vaak geweest. Klopt. Heeft het überhaupt nog wel zin wat hier? Ik praat niet over de leven van de VVD. En daar hebben we tijd in. Nou, alle structuur weer opgegooid. Maar als daar hele... Dan krijg je nu een structuur. Het dekt wel een enorme verwachting door hier te komen. Wegen, kanalen, bruggen, aquaducten, de zeesluis in Delfzijl en Eemshaven en Luchthaven. 48 pagina's. Ja, dat is toch omvang te overzien. Ja, nee, maar in het midden staan maar twee pagina's. En als het maar, precies, maar als het maar goed is. Ik ga het lezen. Maar het zijn twee dingen. Oh ja, die jongen is erbij. Dat zijn de brieven die ik van jullie ga hebben. Nee, daarop. Ja, wel. Nee, dankjewel. Dankjewel. Ja? Ja, alsjeblieft. Ja, precies. Oké, okay, en met gedupeerd. Ja, tot zo nog. Ja. Dank u wel. De binnenmuur die verband geeft aan het huis op vier plaatsen, van boven naar beneden gescheurd en bestaat nu uit vijf delen. Aan de binnenkant van het huis houden twee stempels de toog die het balkon ondersteunt in de lucht. Ja, uitgekozen. Vier uitgekozen. Uitgekozen selecteerd. Precies. Duidelijk? Ja, helemaal goed. Je mag beginnen. En als hij in één keer opstaat, is ook geen probleem. Gaan we gewoon nog even een keer. Is prima. Oh, en we wachten. Alleen maar in het aardbevingsgebied. Dit moet zeker u, meneer Remkes, aanspreken. We wonen erin met ons gezin. De schade meld ik bij het NAM-platform. Er wordt een schadedossier aangemaakt door de CVW. In 2013 ben ik voor het eerst geconfronteerd met aardbevingsschade en ik heb toen ook bijna de Shell mijn meldingen kunnen doen. Kwalificeren, blijkbaar extra traag. De opname de eerste keer was dusdanig slecht dat de IMG hem ingetrokken heeft. Nou, zodat ik een kopje koffie met hem het eerste wat er gebeurt is, dan gaat die waterpot omhoog, ga je weg of slaan je weg. Dus ik zeg, is dit de manier hoe wij met elkaar gaan zitten? En dan wens ik je vanmiddag veel sterkte, dan gaan we lopen 53.000 bouwvakkers. Ik wens je veel plezier.